Ja, ze blijft zitten. Het is gewoon, ja, toen hebben de spieren losgooien en springen gek doen en een beetje achteraan. Het is toch het kutte gedrag, een beetje het oefenen. Buikenbloed, buikenbloed, buikenbloed. Om 4 uur gaan ze de kooien, dan herkauwen ze de hele nacht. En mjaas om 10 uur hebben ze honger. Want als ze mjaas om 10 uur uit de kooi hebben, dan hebben ze nog geen honger. En dan gaan ze net naar boven? Nee, nou, dan heeft het geen zin, dan grazen ze net. Ze wordt echt honger hebben. En dat is echt om 10 uur. Dat ritme heb ik erin ingegooid. En alle herders in Drenthe en in Nederland doen het ooit. Om jouw 10 uur, dan moet ze honger hebben. En dan geven we daar op. En jongens komen ze altijd naar de band? Ja, elke jaar komen ze binnen. Ja. Maar het is zo'n groot gebiedje. Hoe krijgen ze jongens weer in die kooi? Nou, dat is de regelmaat die ze in zijn kudde hebben. Ik zie wel eens, die heeft een kudde schiep en een schiepskudde. In het begin heb ik een kudde schiep en daar heb ik een schiepskudde van maken. En op een gegeven moment, de weten ze van, als ze dan loslid, om die 11, 4 uur, dan zult die man wel komen met de hond. En zo wil ik op een gegeven moment bos ik gewoon naar binnen dan ook. Zo. Kom maar, dames en heren. De McShake. Hé, meisje. Krijg je hem in? Nou, kom maar. Ik krijg het ermee, hoor. Dan beginnen we om 12 uur, van 12 tot 12 uur hebben we dan activiteiten. En we hebben dan het lammetje aaien en dan worden we schippen gekeerd en we sminken kerst, we kunnen boom klimmen, broodjes bakken en dan ben ik een organisatie de vogelhelling komt del en de buurvrouw met haar bessen en een vrouw, de orenbuurvrouw met bijen, met hunning en zo. En we hebben dan ook een schapenwedstrijd, schapendrijfwedstrijd. Dus we komen zien meisjes die dan een wedstrijd doorgeven en dat rent al je in de krom en ja. Allemaal gezelligheid. Ja. En al je gratis. Ja, wat wil je nog meer? Nou? Goeie! Wat ben je man dan? Wie ben aan het scheppen? Wij moeten een beachvolleybalveld klaarmaken voor het weekend. Doe maar! Ja, zeker. En dan komt hier een groep in een groepsaccommodatie met allemaal jeugd. En die willen graag beachvolleyballen. En dan ben je met het beachvolleybalveld aan het klaarmaken. Ben je mooi kleed, mooi? Nou. Valt mij, hè? Ik ben weer nog niet kleren. dus dat is nog aardig werk, hè? Om het even een beetje om te spitten. Ja, dat is heel veel. Ja. Kun je wat gear werken, maar die man? Ja, deze die. Diesel, ga zitten. Ga zitten en liggen. Mooi af, goed zo. Blijven. Die man, die, ja, daar is niks mee te beuren. Dat is altijd. Prima voor elkaar. Die werkt mooi rustig door, hè? Dus, wat de stille kracht hier? Dat is de stille kracht hier, ja, inderdaad. Zo kan je hem wel noemen, ja. En de hond die houdt de ongenode gasten wat op afstand. Ja, en ik de genodigde gasten, heb ik het idee? Nou ja, dat is één wen, hè? Dat is één wen. Nou, hij is wel aardig gehoorzaam hoor, dus dat scheelt.